Hallo iedereen, welkom bij de derde aflevering van Pony Connectivity. We hopen dat het niet te heel lang meer duurt, maar we blijven gaan ondertussen met de trainingen van de ponies. Zoals je kunt zien, straks in deze film heb ik terug met Romy gewerkt deze week, dus ik heb daar wat op gefocust, maar er zijn ook vooral heel veel andere kleine filmpjes, dus het is meer een mengelmoes van kleine, kortere stukjes film nu. De film in totaal is ook wat korter, omdat ik niet zo goed weet of dat jullie meer hebben aan een langere film of aan een kortere film. Laat gerust weten, maar ik wou het vooral niet te saai maken. Voor Romy was het ook heel veel herhaling van hetgeen dat ik vorige week gedaan had, 2 weken geleden gedaan had. Maar je gaat zien dat ze wel al een heel stuk vooruit gegaan is, wat al heel fijn is natuurlijk. En ook op de training van Condor wordt er even wat dieper in gegaan, dus gegaan door Ilke. En dan hebben we nog een paar heel leuke andere kleine fragmentjes. Het was mooi weer vorige week, dus dat kunt je zeker zien in de filmpjes. Ik hoop dat met jullie daar thuis alles goed gaat. Geef gerust berichtjes of seintjes of van alles. Stuur maar op. Ik hoop dat jullie het allemaal goed stellen en hopelijk tot heel binnenkort. Veel kijkplezier. Dag! We beginnen deze keer met een filmpje van Siel en Empress en Marjolein, die op stap geweest zijn met Empress. Het is te zeggen met de fiets, want ze willen graag op kamp komen en Pony Connect met een pony. En ze hebben ook een beetje friendly game gedaan, dus ideaal. Siel en Marjolein zijn ideaal om ons elke week een beetje inspiratie te geven voor nieuwe leuke oefeningen. En ook met de handdoek. En Empress heeft de handdoek meegenomen en Siel ligt nogal plat van het lachen. Want Empress vond het wel een leuk spelletje. Wie dat kan raden welke horsenality dat Empress heeft, die mag dat altijd laten weten. Als jullie meer informatie willen over horsenalities, dan mag je het altijd navragen. Dan kunnen we daarvoor zorgen. Empress heeft ook de friendly game gespeeld, of het vriendschapsspelletje met de plastic zakken. Dat vond ze ook heel interessant. Om eraan te snuffelen. En ze vond het zelfs zo interessant dat ze er begonnen te happen. En dat ze de plastic zak gewoon meenam. Zoals je ziet is Empress dus wel een heel enthousiaste pony. En dan had er iemand in onze chatgroep op Instagram aan Marjolein en Siel wat inspiratie gegeven, namelijk een achtje met 2 sprongen. Ik vond dat iets heel origineel en kijk, ze hebben het al meteen uitgevoerd en gefilmd. En ik vind dat er fantastisch uitziet, eerlijk gezegd. Dus chapeau voor Marjolein en Siel. Dan gaan we naar de training van Romy. Dus vorige week was Romy terug aan de beurt en ik ben terug verder gegaan met waar ik al mee begonnen was. Het is een veel korter stukje dan anders, omdat ik er zo'n beetje de highlights uit gehaald heb. Want ik heb eigenlijk in de eerste aflevering vooral de theorie gegeven en de achtergrond en wat ik allemaal doe met Romy. En nu bouw ik er eigenlijk op verder. Dus ik ben begonnen met de friendly game on the move. Zoals dat je ziet vindt ze dat al veel meer oké, is al veel kalmer. Het was ook mooi weertje en we hebben buiten gewerkt. Maar sowieso is Romy al veel meer ingetuned op mijn energie. En was onze relatie eigenlijk al veel beter. Ik voelde ook veel meer de connectie met haar. Ik voelde dat ze mij veel beter begreep en kalmeerde. Dus ik kon al wat verder gaan ook. Ik heb bijvoorbeeld gemerkt dat ze het nogal moeilijk had met de friendly game aan haar oren. Dus ik dacht, oké, laten we daar eens een spelletje van maken. En ik ging elke keer zo espresso van naar haar oren. En als ze er oké mee was, dan ging ik terug weg. Maar als ze het eng vond, dan ging ik natuurlijk mijn hand eraan houden. Ik heb ook wat stekelvarkenspelletje gespeeld aan haar hoofd. Zo. Dus als ik een probleem tegenkom, dan denk ik, oké, we pakken het gewoon aan, in plaats van het te vermijden. En dan heb ik verder gewerkt op de circling game, maar ik heb er een beetje een extra hulpmiddel aan toegevoegd van deze keer bij Romy. Omdat ik vond dat nog niet echt zo vlot ging de vorige keer. Dus dit doe ik nog wel bij paardjes die zo heel erg de neiging hebben om enorm scheef te lopen of om enorm met hun hoofd in de lucht te lopen. Dat ziet er misschien een beetje raar uit als je dat niet kent. Dus het zijn eigenlijk gewoon, dat is eigenlijk een extra touw dat ik tussen Romy haar voorbenen over haar rug gehangen heb en dat hangt aan haar hals eronderaan.
Daar had ze een beetje jeuk, dus ik heb haar even gekrapt en dan gingen we terug verder. In het begin vinden de meeste paarden dat wel een beetje raar. Dat ze zo daar iets hangen hebben en dat ze hun hoofd niet meer zo omhoog kunnen doen. Maar wat ik vooral wil doen is, omdat ik dus niet op Romy kan zitten. En dat ik er dus vooral alleen maar grondwerk mee kan doen. Dan kan ik haar op die manier eigenlijk toch wat meer in een bepaalde houding sturen. Zodat ze toch voelt van oké, daar beneden is het wel ça va. En ze leert dan ook echt wel na een tijdje voelen van... Oké, dat is eigenlijk wel tof om daar zo ontspannen te lopen. En uiteindelijk wil ik natuurlijk dat ze dat touw niet meer nodig heeft. En dat ze het gewoon kan zonder touw. Dus dat zult je straks ook zien dat ik het ook al direct zonder touw geprobeerd heb. Je ziet dat ze op de linkerkant wel wat moeite had met galop. Voor diegenen die het gezien hebben, anders moet je een keer terugspoelen. Kijk, maar nu ook net was ze in de verkeerde galop elke keer aangesprongen. Nu is ze juist, nu zit ze in linkergalop. Dus ze had het wat moeilijk met de juiste galop te vinden. Dan heb ik natuurlijk ook de andere kant gedaan in draf met het touwtje. Totdat ik zie dat ze mooi ontspant, dat ze naar beneden komt. Zodat eigenlijk, het is eigenlijk de bedoeling dat ze die druk van dat touw voelt en dat ze ontspant en naar beneden gaat. Dan zit er geen druk op. Zo, hier loopt ze dus heel mooi in galop ook, echt mooi naar beneden. En zo gebruikt ze haar rugspieren heel goed en zo gebruikt ze haar buikspieren ook heel goed. Ontspant ze de bovenste spieren van haar nek en... Of de onderste spieren van haar nek bedoel ik. En gebruikt ze meer de toplijn. Zo, dus zo is het eigenlijk een ideale voorbereiding om een ruiter te kunnen dragen en hem goed te kunnen lopen. Met een ruiter erop. En zoals ik zei, heb ik het daarna dan zonder touw geprobeerd. En gekeken of dat ze dan even mooi haar buiging neemt. Ik vind dat ze op zich heel mooi haar buiging neemt al hier. Dus ze loopt mooi rond op de cirkel. Ze kijkt niet naar buiten. Dan wil ik eigenlijk ook nog dat ze wat meer naar beneden komt met haar hoofdje. En dat is hier geleidelijk aan het gebeuren. En dat was nog maar op de eerste dag eigenlijk. Je gaat zien dat ze straks wel echt heel mooi kijkt. Hier komt ze heel mooi naar beneden, beetje bij beetje. Het is nog lang niet constant, maar er zijn echt wel al goede momenten. Dus dat is eigenlijk hetgeen waar ik naartoe wil werken met haar. Je ziet dat ze al veel losser en ontspannender is. Met de galop had ze weer moeite, de linker galop. Dus ze zat daar ook in de verkeerde galop. Nu zit ze in de juiste galop. De linker galop. Als ze in de verkeerde galop zitten, zeggen we ook wel dat ze in contragalop zitten. Nu zit ze weer even in contragalop. Dus wat ik doe als ze dat doet, dan ga ik gewoon haar tegenhouden. Ik laat haar niet in die contragalop lopen. Maar ik zet haar zo rap mogelijk terug naar draf. Kijk, nu ook. Draf. En dan vraag ik haar terug, ja. En een keer dat ze in de goede galop zit, dan ga ik ontspannen en beweeg ik gewoon mee. Dus ik probeer haar eigenlijk dan een aangenamer gevoel te geven. En te zorgen dat ze de contragalop onaangenaam vindt. Dan heb ik het ook even geprobeerd met de combinatie met Friendly Game. En dat lukte eigenlijk wel behoorlijk goed. Ik heb dan ook een klein beetje geoefend om een paar nieuwe dingetjes te doen met haar op het wijken van de achterhand. Gewoon wat algemene spelletjes, dus dat is eigenlijk het drijvend spelletje, de driving game die jullie wel kennen. En de yo-yo game, waar ik gewoon eens testen hoe die ging. Dus hier kunnen jullie hem ook eens zien. Met Romy. Ik zet de pony achteruit en dan wacht ik altijd even. Ondertussen kan je een beetje friendly game doen, dat kan gerust. Oh, dan moet je naar mij kijken, tik. Ja, wel blijven staan. En dan mag ze naar mij komen. Voilà. Flinke Romy. En we zijn aan dag 2 aanbeland. Dat was 's avonds, het was ietsje donkerder, dus het beeld is iets minder. En we zijn ook begonnen met de friendly game aan haar oren en aan haar hoofd. En ik vraag haar tussendoor ook een beetje naar beneden. Maar kijk, nu ben ik dus aan het aaien, ze trekt zich weg. Ik heb dat tamelijk brusk gedaan eigenlijk. Allee, toch zeker niet met fluwelen handjes, maar toch wel gewoon mooi overal geaaid. Zodanig dat ze zeker gewoon alles aan haar hoofd oké vindt. Want als er soms kindjes met haar werken en die botsen per ongeluk eens tegen haar hoofd of die zijn aan de halster bezig, dan is het niet zo handig als je een pony hebt die wegtrekt.
Ook tijdens de friendly game vraag ik mooi haar hoofd naar beneden, dat ze goed ontspant. En dan heb ik een oefening eens voorgetoond voor de trekwedstrijden, gewoon ter informatie. Dat is het onbeweeglijk stilstaan. Waarbij dat de pony dus moet blijven stilstaan. Je moet zelf achteruit lopen en dan eigenlijk 10 seconden blijven staan. Maar voor te oefenen doe ik dat nog niet altijd zo lang. En dan ga ik terug naar de pony. Ik ben terug achteruit gegaan. Oh, ze wou meekomen. Ik zeg met mijn lichaamstaal nee, blijven staan. Op trekwedstrijd mag je eigenlijk niet bewegen. Maar voor te oefenen kan je dat natuurlijk wel doen. En dan ga ik er terug naartoe als het flink doet. Dus tijdens het oefenen kijk ik nog minder naar de seconde zelf. Maar kijk ik gewoon vooral naar de training van mijn pony wanneer ze het goed doet. Dan nog even een stukje friendly game en haar oren erbij. Vooraleer dat ik het touw vastgemaakt heb. Op het moment dat ze het goed doet, laat ik los. Op het moment dat ze het vervelend vindt, blijf ik met mijn hand eraan. Ja, daar ontspant ze. Ik heb een klein beetje geholpen, dus dan laat ik los. En dan zijn we terug aanbeland aan de circling game. Het cirkelen met het touwtje rond haar rug. In draf en zie hoe mooi dat ze hier al ontspant. Dus daar was ik echt heel blij mee met die vooruitgang. En ook in galop. Ik heb niet alles hier opgezet voor dag 2. Enkel een paar kleine stukjes omdat het te donker werd op den duur. Maar ik heb ook nog eens zonder touw gedaan daarna. Dus ik doe elke dag wel een beetje hetzelfde. Gewoon voor haar spieren te trainen. En voor haar voor het bij te houden eigenlijk en te herhalen. Ook op dag 3 begin ik met het vriendschapsspelletje. Ze kijkt weg, ik kijk altijd eens mee en dan zeg ik het is niets. Dus ik heb echt onder haar halster en zo overal geaaid en gezorgd dat ze zeker met alles oké was bij die friendly game aan haar oren. En ook rond haar benen met de stick. Dat vond ze echt wel helemaal oké. Dus voor degenen die eens willen terugkijken naar het filmpje van 2 weken geleden, dat is echt al wel een hele grote vooruitgang. Nog lang niet perfect natuurlijk, maar ik ben al heel blij met hoe goed dat gaat nu. Ook met de circling game. Dus meestal is de bedoeling met dit touw om dat er maar eventjes aan te hangen. We gebruiken dat even als hulpmiddel. Dus het is niet zoals een hulpteugel waarbij dat sommige ruiters echt permanent met hulpteugels rijden. Nee, het is ook wel een hulpmiddel, maar het is voor heel erg tijdelijk gebruik. Ik probeer haar vooral ook op de druk van het touw aan het halster te laten naar binnen kijken. Te laten voelen van, oké, als je naar beneden komt, dan krijg je alles mee. Dus eigenlijk is datgene dat ik doe en die teugels helpen daar vooral een beetje mee. In eerste instantie. Dat touw en rond haar rug. Het zijn eigenlijk teugels die ik er rondgehangen heb. Maar zie hoe mooi dat ze hier al strekt. Dus op een duur gaat ze dit gewoon zo aangenaam vinden om ze mooi naar beneden te lopen. Dat dat voor haar normaal gaat worden. Ook in galop. En we hebben nou beide kanten gedaan. Dus je ziet dat ik er tamelijk rap over ga deze week. Ook een beetje friendly game ondertussen. En dat vindt ze helemaal oké. Dus als ik dit nu wil gaan verder uitbouwen naar de volgende weken, dan ga ik zeker nog wel een keer met dat touw werken, sowieso. Totdat ik voel dat ik dat touw niet meer nodig heb rond haar rug. En dan ga ik het meer gaan afwisselen met ook eens wat balkjes, of tussen blokken, of rond obstakels. Misschien dat ik er eens wel een zadel op leg met wat flapperende stijgbeugels of flapperende dingen. Zodanig dat ze dus in zoveel mogelijk situaties gewoon die ontspannenheid kan behouden. Maar de basis is natuurlijk dit gewoon op de cirkel. En dan zonder touw. Je ziet dat ze in het begin nog altijd wel even zo omhoog kijkt en nog wat alert is. Maar als ik wat druk op touw zet en ik vraag haar achterhand wat naar buiten. Eigenlijk hetzelfde als wat ik doe met de touw rond haar rug. Dan gaat ze al rapper gaan ontspannen. En ook in galop. En hier heeft ze de goede galop genomen. Ik heb er wel een paar stukjes uitgeknipt, want het was wel een uitdaging om haar
die goede galop te krijgen. Dus dat is wel iets dat ik de volgende weken ook ga moeten aan werken. En dan om af te sluiten natuurlijk nog veel friendly game, want dat vinden we leuk. En dan heb ik er zo meteen nog één kleine oefening bij gestoken, nog een nieuwe oefening om nog meer die friendly game op die oren uit te breiden. En die komt er nu aan, dat is eigenlijk het lijden bij het oor. Dus eerst beginnen we met het vriendschapsspelletje bij paarden die zo wat, ja, kopschuw noemen we dat, of die wat last hebben bij hun oren. En dan kunnen we er eigenlijk nog meer een doel gaan aanhangen aan die oren, zodanig dat ze leren van oké, die oren kunnen zelfs nuttig zijn, want ze kunnen ermee bij lijden. Focus, feel en timing zijn super belangrijk daarbij, maar je kunt daar heel grote resultaten mee boeken. En op dag 4 zijn we gaan wandelen, Romy en ik. Aangezien dat we wel nog aan de hand mochten gaan wandelen, aangezien dat ik vond dat ze het al zo goed gedaan had de dagen ervoor in de piste, dacht ik, kom, we gaan eens voor de afwisseling gewoon een wandelingetje gaan maken. Die heb ik niet helemaal gefilmd, maar ze vond het wel fijn. Op zich gaan onze ponies wel af en toe buiten gaan wandelen, maar zeker de kleine ponies eigenlijk niet zo heel vaak. Dus dat die haar wel eens deugt. En ze mocht zelfs een beetje gras eten. Dus dat vond ze helemaal fijn natuurlijk. Zo hadden we een wandeling met een doel onderweg. Dus dat probeer ik er ook in te brengen bij mijn ponies voor de afwisseling. Eens gaan wandelen, eens iets anders doen. En de laatste dag dat ik ermee getraind heb, heb ik mijn kindjes er eens laten opzitten. Fons heeft erop gezeten, Staf heeft er ook eventjes op gezeten. Fons heeft er zelfs eventjes op gegaloppeerd. Daar heb ik geen filmpje van, maar toen was haar houding wel weer direct veel moeilijker. Dus ik denk, dat is zeker nog iets om aan te werken ook, om haar meer te doen spannen. Dus ook echt met kindjes erop werken aan die ontspanning en die juiste houding. Fons en Staf hebben ook met Galien gereden. Ik heb er een paar kleine filmpjes van tussen gestoken. Fons heeft zelfs zijn allereerste galopje losgedaan. Dat kunt je hier zobiet zien. Ja. En ik ben heel blij dat Galien zo goed is in Liberty. Want zij luisterde gewoon supergoed op mijn hulpen. Dus dat was wel heel fijn. Dat voelde veilig voor Fons en voor mij. En ze hebben zelfs eens met twee samen erop gezeten. Kwestie dat de paarden ook wat gewend blijven aan kindjes op hun rug. In afwachting van alle andere kindjes natuurlijk die mogen terugkomen. Je ziet dat Fons en Staf wel nog klein zijn en nog veel moeten leren zich hun zit wat te ontwikkelen en zich wat stevig te houden. Maar op zich is dit voor hen vooral nog friendly game nu eigenlijk. Friendly game met op een paard zitten. En dat was een foto die deze week op Facebook gestaan had en op Instagram met Staf. We hebben ook een zeldzaam moment gehad deze week, namelijk Jean die eens op zijn paard zat. Dus daar hebben we natuurlijk ook een filmpje van. Dat gebeurt niet zo vaak. En hij heeft ook zijn paard nog even uitgeleend. Voor Fons en Staf heeft er ook nog eventjes op gezeten. Dat vonden ze natuurlijk tof. En dan hebben we een iets uitgebreidere trainingssessie ook van Ilke met Condor. Dat is ook heel nuttig om te zien, omdat Condor ook wel wat last heeft van niet voldoende ontwikkelde spieren. En Ilke heeft een aantal oefeningen ermee gedaan die wel vergelijkbaar zijn met hetgeen wat ik met Romy en Finley gedaan heb. Maar ja, dan net iets anders eigenlijk. Dus ze gebruikt wat meer ruimte. Ze doet wat meer op een bewegende cirkel in plaats van gewoon op een cirkel. Maar ze werkt ook vooral aan die ontspanning. En hem mooi op de buiging krijgen. En ze heeft er ook een paar balkjes bij gelegd die ze straks gaat gebruiken. Maar eerst werkt ze nog zonder de balkjes. Eerst even werken aan de communicatie en de lichtheid. Dus dat zijn eigenlijk heel makkelijke oefeningen. Oeps, dat was niet de bedoeling. Maar ik kon er wel springen.
Heel makkelijke oefeningen die iedereen kan doen eigenlijk thuis, die een paard heeft, of als de studenten met een verzorgpaard dus met hun paarden willen werken en wat meer op bespiering willen werken en ontspanning, dan is dit een heel goede oefening. Dus het is eigenlijk een soort van wandelende cirkel noemen we dat. Dus eigenlijk een grote cirkel en Ilke loopt mee. Zij maakt eigenlijk ook een kleine cirkel van binnen. En zij vraagt vooral ook die achterhand wat naar buiten, het hoofd wat naar binnen, zodanig dat Condor mooi buigt op de cirkel. Of op de buiging, ja, het is geen cirkel. En daar komt hij heel mooi naar beneden. Dus dat is uiteindelijk hetgeen waar we naartoe willen. Dus eigenlijk het leuke aan dat soort oefeningen, het moment dat het paard mooi op de cirkel loopt en in de juiste buiging loopt, dan voelt dat meestal zo goed dat ze eigenlijk voelen van ik kan ook ontspannen, ik kan met mijn hoofd naar beneden komen. En dat is eigenlijk hetgeen dat we naar op zoek zijn. Hier loopt hij dus heel erg naar buiten, dat is niet de bedoeling. Ilke gaat hem wat meer recht keer zijwaarts vragen om te zeggen van hé, dat was niet de bedoeling, poep naar buiten, poep weg. Want hij moet ook nog wel lichter reageren, leren reageren op de signalen die Ilke hem geeft. Dus op die manier werken ze eigenlijk op een zeer lichte en ontspannen manier naar de juiste bespiering toe. Voilà, daar loopt hij mooi naar beneden. Nog wel wat met zijn schouder naar binnen voor degenen die dat zien. Met een work in progress. Voilà. Dus dit zien we heel graag. Als ze zo mooi ontspannen, dan weet ik van oké, zo lopen mijn paarden goed, zo lopen mijn paarden graag. Moesten al mijn paarden zo lopen, al in de les, gewoon met hun hoofd naar beneden, dat zou ik al fantastisch vinden. En daar heeft ze dan nog wat verder op gewerkt met de balkjes. Ze heeft de balkjes, zoals dat je ziet, heeft de eerste en de derde schuin omhoog gelegd. Dus het is echt een soort van gymnastiek voor Condor. Hij moet dat enkel nog maar een stap doen nu, want het is wel belangrijk dat hij goed kan kijken, dat hij ziet wat hij moet doen en dat hij er niet over valt. En ook voor zijn spieren geleidelijk aan te wennen aan dit soort bewegingen, want Condor is niet echt een springpaard of een paard dat gewend is van heel veel balkjes te lopen. Maar het feit dat hij zijn benen wat meer moet opheffen, dat is op zich heel goede gymnastiek, goed voor de rug. Ja, daar was eventjes het probleem, want de string zat vast onder zijn staart. En hij heeft heel hard zijn staart vastgeklemd. Zo, hij is weer los. En dan kunnen we weer verder. Dat kan alles gebeuren. Op zich panikeerde hij niet heel erg, dus dat was wel safa. Daar is hij weer mooi aan het ontspannen. En weer klaar om naar de balkjes te gaan. Dus dit is echt een soort van loswerken dat we doen met de paarden, maar gymnastiserend loswerken. Dus echt werken aan de ontspanning en tegelijkertijd de juiste spieren ontwikkelen, beetje bij beetje. Maar het is een proces waar dat er wel wat tijd in kruipt natuurlijk. Ilke focust zich nu op Condor. Dus zij neemt de training van hem volledig op zich tijdens de crisis nu. En dat is wel fijn ook, want zo bouw je natuurlijk een communicatie op. Dat is ook de reden dat wij de kindjes bij ons vooral met één paard laten werken, toch zeker vanaf de niveau 2 lessen. Soms wisselen we wel eens, maar het fijne is als je één paard hebt waar dat je echt volop mee kunt werken, dan ontwikkelt je daar echt een taal mee, dan bouwt je er een band mee op en dan kun je echt heel mooie, fijne dingen doen. Dus Ilke vraagt ook wat zijwaarts, dat is ook sowieso een soort van gymnastiek voor de paarden. En met de porcupine game gaat ze hem ook naar beneden vragen, zijn nek stretchen en opzij zo meteen ook. Dus eigenlijk een aantal bewegingen
die sowieso ook goed zijn voor die ontspanning en voor zijn rugspieren, nekspieren te verlengen en te stretchen. Mijn kat zegt ook eventjes hallo. Dus Eeuwke stretcht hem naar de ene kant en ze wacht totdat hij eigenlijk mooi licht nageeft, totdat hij ontspant en totdat hij ook wel eventjes gestretcht heeft. Sowieso, het is bedoeld dat hij blijft stilstaan. Zo, en dan de andere kant, juist hetzelfde. En dat laat hij beter toe. En daar is hij mooi aan het ontspannen, gaat hij mooi naar beneden. Dus dat is wat we willen hebben. En er zitten ook een aantal filmpjes tussen van de paarden die aan het crossen zijn natuurlijk. Ook heel boeiend om te zien altijd. De natuurlijke bewegingen van de paarden. In volle galop. Je kunt ook eens heel goed de bewegingen van de paarden bestuderen. Welke paarden daar echt enorm met hun hoofd in de lucht lopen of scheef lopen. Of mooi lopen en niet mooi lopen of goed lopen. En het is natuurlijk gewoon leuk om te zien. Ze hebben zich geamuseerd. En dan zijn er zo meteen nog een paar kleine korte filmpjes van alles wat. Daar heb ik wat tekst bij voorzien. Dus daar kunnen jullie zo naar kijken. Veel kijkplezier nog. Ik wilde mij even laten zien hoe dat Sienna en ik vandaag zijn aan het trainen. Elk op de track, met een pony, in de andere richting. In verschillende snelheden. Tweety, wij doen het voorlopig op het gemakje. En Wies geeft een beetje een ander tempo. Maar het is een zeer goede oefening voor de ponies om niet achter elkaar te lopen. Elk in een andere richting. Mekaar passeren en dan weer alleen moeten verder gaan. Helemaal alleen op de hele enge track. Tweety vindt het een beetje spannend, maar doet het wel super leuk. Good boy. En ik blijf nog eventjes filmen, omdat ik je wil laten zien. Tweety heeft net bij deze bocht, omdat het terug richting de stal is, al een paar keer proberen heel snel er vandoor te gaan. Maar we hebben daarover kunnen praten. En kijk eens daar. Nu doet hij het super netjes, heel rustig. En hij blijft in hetzelfde tempo in draf. Link. En daar is Whisky weer. Voilà, nog steeds hetzelfde mooie tempo. Super. Goed. Goed zo. Thank you.
Ja.